vandaag is het eindelijk tijd voor mijn Black Friday shopblog. Ik heb er echt super veel zin in. Ik heb alles dichtgehouden. Ik heb nog niks gebruikt. Alles is nog helemaal ongeswatcht. Dus als jullie benieuwd zijn wat er allemaal in mijn Black Friday shopblog zit en wat ik allemaal geshopt heb, dan moet je zeker even blijven kijken. Nou, even in het kort, Black Friday is dit jaar weer nog groter geworden als vorig jaar hier in Nederland. Ik heb het op zich redelijk goed benut, maar ik heb ook dingen gekocht die niet per se super in de aanbieding waren. En ik heb meer duurdere dingen gekocht voor minder dan heel veel voor weinig. Maar wat ik gekocht heb is alsnog wel redelijk wat, dus ik wil het in ieder geval heel graag aan jullie laten zien. Ik heb voornamelijk dingen besteld uit het buitenland, vandaar dat het dus ook even duurde voordat deze video online kwam, want nog niet alles was binnen. Ik ga beginnen met het allereerste wat ik gekocht heb, eigenlijk de eerste dag voor Black Friday. Volgens mij was dat zelfs de eerste dag van de week toen Black Friday week was eigenlijk. Dat is het Norvina Volume 1 palette bij de Issy Paris. Normaal is deze volgens mij rond de 75 euro. Ja, het is echt bizar. Ik vind het best wel een duur palet. En ik had hem nu volgens mij voor 53 euro. Dus ja, dat scheelt natuurlijk wel behoorlijk. En ik wilde ze gewoon alle drie heel graag hebben. Dat was mijn plan al. En ik had eigenlijk gehoopt dat Anastasia zelf een bundel met 2 of 3 paletten zou gaan verkopen. Maar dat is helaas niet gebeurd. Ik snap niet hoe, want het is super mooie paletten. Dus ik heb hem maar gewoon in Nederland besteld. Dus dit was ook hetgene wat als eerste binnenkwam. Ondanks de Black Friday drukte had ik het dus gewoon de volgende dag binnen. En het Volume 1 palet is niet zo heel erg speciaal, want heel veel hebben hem natuurlijk al gekocht eigenlijk vanaf dat hij uitkwam. Maar ik niet. Ik heb gewacht eigenlijk tot ik ze alle drie kon kopen. En nu heb ik ze toch alle drie eigenlijk apart gekocht. Deze bevat voornamelijk meer paars tinten, roze tinten. Maar ook hier en daar bijvoorbeeld een felle neon oranje. Ze hebben ook een witte kleur. Er zitten metallics in. Er zitten matte kleuren in. Ik vind het gewoon hele fijne kwaliteit. Ik heb laatst natuurlijk al een video gemaakt met Volume 2. Dat was een palettenbingo. En daar heb ik al een beetje kunnen proeven van de kwaliteit. En hier komt ook binnenkort nog een video over. Ik zat er eigenlijk aan te denken om met ieder palet 1 look te maken. Gewoon uit mezelf. En dan te beslissen welk palet ik eigenlijk het meeste zou aanraden. En het Volume 1 palet is echt meer een beetje paars, roze. En vooral een beetje koele tinten geïnspireerd. Dus dat was mijn eerste Black Friday aankoop. Dan heb ik dit jaar ook een beetje misbruik gemaakt van Black Friday. Voor voornamelijk kerstcadeaus. Zoals je natuurlijk weet is mijn oma afgelopen zomer overleden. Dus ja, wij zijn nu nog maar met z'n drieën eigenlijk die echt heel hecht kerstvieren zijn, ik en mijn ouders. En ik heb dus ook echt onwijs veel kerstcadeaus gekocht. Ik heb dit jaar best wel uitgepakt. En ja, dat is met Black Friday natuurlijk top. En ik heb onder andere bij de Douglas dus cadeautjes besteld. En eigenlijk het enige wat ik voor mezelf besteld heb, dat is dit. Dit is de Beauty Blender Cleanser. Dit is een fles van 295 ml. Dus hier kan ik nog wel even mee vooruit. Je kan hier inderdaad je Beauty Blender mee schoonmaken. Maar ik vind het sowieso een hele zachte, milde zeep voor sowieso mijn kwasten. En ik gebruik deze altijd om mijn fysieke kwasten schoon te maken. Dus ja, dit vond ik wel even handig om mee te nemen. Dus dit is het enige wat ik bij de Douglas in ieder geval besteld heb voor mezelf. Of ik ook nog cadeaus krijg van de Douglas die met Black Friday zijn gekocht, dat weet ik natuurlijk niet. Maar dit is het enige wat ik bij de Douglas voor mezelf heb besteld. Eigenlijk best wel trots op mezelf, want normaal ga ik echt flink los bij de Douglas. En nu heb ik me eigenlijk heel erg ingehouden en waren het meer cadeautjes. En op de ochtend van Black Friday zelf ben ik eigenlijk gelijk achter mijn computer gaan zitten om te gaan kijken wat ik allemaal wilde bestellen. Ik had dus een lijstje gemaakt dat ik sowieso de 2 paletten van Anastasia nog wilde hebben. Maar die Volume 3 is dus gewoon niet te koop in Nederland. Volgens mij is die ook Sephora exclusive, of in ieder geval website exclusive. Hij is gewoon niet te koop hier in Nederland. Dus ik heb het besteld bij Anastasia op de Engelse website. En daar kreeg ik echt deze gigantische doos van binnen. En die was eigenlijk een week later binnen. Het was eigenlijk best heel erg fijn. Je kan daar gewoon heel makkelijk met PayPal bestellen. En de service is eigenlijk gewoon prima. Dus mocht je graag Anastasia willen bestellen of dit palet bijvoorbeeld graag willen hebben, kan je dat dus heel makkelijk doen door de Engelse Anastasia website. Zo krijg je ook geen invoerkosten. En binnen een week had ik het eigenlijk binnen. Het enige wat je er dus voor nodig hebt is PayPal. Dit is Volume 3. Deze heeft hele toffe vlindertjes eigenlijk op het palet zitten. Ik vind het persoonlijk toch wel echt een leuke toevoeging. Het palet is oranje. Eigenlijk totaal niet mijn kleur. Maar ik vind het voor deze verpakking echt wel een toffe uitzondering. En ik heb dit palet dus ook niet eerder in het echt gezien. Alleen online op Instagram en zo. Maar ik moet toch wel heel eerlijk toegeven dat ik deze toch wel echt heel tof vond. Er zitten hier heel veel verschillende tinten in.
Ik zou het een vrij herfstig palet noemen. Het is groen, het is bruin, het is oranje, het is bordeaux. Maar hier en daar zit er ook geel tussen. Er zitten een aantal hele toffe metallics tussen. Dit palet heeft wel echt heel veel matte kleuren. Maar dat zijn juist dus de kleuren die ik eigenlijk nog niet heb in mijn Physiologie kit. Waar ik dus vaak nog wel eens denk van, hey, zo'n kleur heb ik eigenlijk niet. Bijvoorbeeld dit soort appeltjes groentinten. Ik zou oprecht even moeten zoeken. Dan zijn dit soort paletten gewoon echt ideaal. De verpakking is dus heel stevig. Er zit een grote spiegel in. Je kan hem trouwens ook helemaal naar achter klappen. Zo kan ik hem echt gewoon recht houden. Het is in ieder geval gewoon echt een super mooi palet. En ik ben er echt heel erg blij mee. Dus verwacht van deze twee dus zeker nog een video binnenkort. En ik ben hier ook echt heel erg benieuwd naar. Nu heb ik het dus eindelijk uitgepakt. Nu ga ik het eindelijk lekker gebruiken. Want ik kan echt niet meer wachten. Ik ben dus in ieder geval echt super blij dat ik ze nu alle drie heb. En ik ga er zeker binnenkort nog meer looks mee maken. Laat ook zeker even weten beneden in reacties met welke kleuren uit de paletten jij graag een video zou willen zien. Ik dacht er dus aan drie verschillende paletten, drie verschillende looks. Maar mocht je eventueel een ander leuk idee hebben, laat het zeker weten beneden in de reacties. Verder heb ik nog één dingetje gekocht bij Anastasia. Want dat palet was dus totaal niet in de sale verder. Maar je kreeg wel op de totaalprijs korting als je voor zoveel euro besteedde. En ik vind de Clear Brow Gel van Anastasia ook onwijs fijn. En hier kreeg dus wel korting op. Volgens mij was deze nu echt maar 12 euro of zo. En ik heb deze echt al mega lang. En die van mij is eigenlijk ja gewoon zo vermengd met mijn wenkbrauwproducten. Dat die meer bruin is als clear. De tekst is ook helemaal af bij die van mij. En ik had zoiets van, nou, deze gebruik ik sowieso bijna elke dag. Dus dit is wel een goede investering om toch aan dat totaalbedrag te komen om de korting te krijgen. Dus deze heb ik er ook bij besteld en echt voor een dikke sale. En voor de rest heb ik eigenlijk dus niet zo heel veel make-up van Anastasia. Het is gewoon niet per se heel erg mijn merk. Maar deze paletten vond ik wel echt onwijs mooi. Dit is echt mijn cup of tea. En de Clear Brow Gel vind ik dus ook echt heel erg fijn. Deze is overigens wel gewoon te koop bij de Douglas. Dan heb ik ook nog een heel erg leuk pakketje. Want ik heb namelijk ook eens besteld bij Cult Beauty. En Ik wilde het palet al heel erg lang. Want ja, hè, Natasha Denona, daar gaan we ook voor klap alweer de helft. Maar ik vond dit echt wel een duur palet. Waarvan ik dacht, I don't know. En ik kreeg in totaal volgens mij 20% korting wegens dit totaalbedrag. En ik was zoiets van, oké, ik kan hem of nu kopen met korting. Of gewoon andere keer met geen korting. Want ik had eigenlijk zoiets van, oké, het is wel een duur palet. Misschien dat ik het beter kan doen. Net als met het Gold Palette vorig jaar dat ik hem voor mezelf koop voor mijn verjaardag. Dat is gewoon een dingetje wat ik voor mezelf altijd doe sinds een paar jaar. En toen dacht ik van, nee, weet je, ik wil hem toch heel graag hebben. Nu heb ik korting, dus ik heb hem toch gekocht. En ik heb het natuurlijk over het Metropolis palette. Sowieso, deze verpakking vind ik echt al gorgeous. Heel erg jammer dat er wel een deuk in het doosje zit. Ja, het zijn details, maar ik had wel sinds toen ik hem openmaakte van, ik hoop wel dat hij nog heel is. Maar daar is echt helemaal niks mis mee. Ik vind dit palet, de kleur, ik hou echt van turquoise, petrol. Ik vind het echt onwijs mooi. Het is misschien niet de allerstevigste verpakking, maar het is zeker wel zo dat de kleuren gewoon onwijs mooi blijven erin. Er zitten dus 28 kleuren in dit palet. En wat me zo opviel, het zijn allemaal wel vrij popping colors. Maar ze zijn zo geselecteerd dat je eigenlijk perfecte combinaties kan maken. Ik zou er eigenlijk een beetje naar kijken als soort van kwadjes. Zo kan je dat dus een beetje combineren. De kwaliteit van dit palet zou echt top moeten zijn. De metallics zijn super en de matten zijn heel erg fijn. Ik ben heel erg tevreden over de kwaliteit van Natasha Denona eyeshadows. Vooral de matte, want ik ben echt heel picky met matte kleuren. Als het niet goed blendt, dan vind ik het al helemaal niet fijn meer. Dit zou echt creamy, buttery moeten zijn, dus ik ben heel benieuwd. Uiteraard komt hier zeker nog een video over. En daarom ga ik hem nu ook nog niet swatchen, want ja, anders dan heb ik al swatches erin zitten. Ik wil gewoon het hele palet in de video gebruiken. Maar ik heb hem nu, ik ga er zeker looks mee maken en aan jullie vertellen of dat hij het waard is of niet. Verpakking is in ieder geval echt al gorgeous. En toen ik hem uitpakte, toen begon ik eigenlijk al te kwijlen. Ik vind het echt een prachtig palet en ben heel blij dat ik hem toch gekocht heb. Maar nu dacht je misschien dat dit alles was? Zeker niet. Ik heb namelijk ook besteld bij Huda Beauty. En dit was wel iets waar ik me redelijk heb ingehouden. Want dit kwam eigenlijk gewoon voorbij in de groepsorder. Facebook groep waar ik in zit. Dat Huda Beauty tot aan 60% korting gaf op sommige producten. Maar dat is haar Amerikaanse website. Dus dan betaal je invoerkosten in principe. En ik zat zo te dubben wat ik wilde. En ik vind de Demi Matte Lipsticks, die vind ik eigenlijk best wel erg fijn. Ik heb één kleur en ik wil op zich nog wel eentje van. En de lipstropes vind ik ook super mooi. Dus ik heb één Demi Matte gekocht en één lipstrope. Ik heb hier uiteindelijk best wel redelijk wat verzendkosten over moeten betalen. Maar alsnog was het zeker wel goedkoper om het nu te kopen dan als er helemaal geen korting is.
Maar ik zat volgens mij rond de 37 euro uiteindelijk. En het kwam binnen. En ik had echt zoiets van, oh, ik ga sowieso invoer krijgen. Want ja, 37, dat is te hoog. En ik heb gewoon geen invoerkosten gehad. Dus ik was echt super happy. Want ja, dat scheelt natuurlijk onwijs. Verpakking waar het in kwam is ook echt super netjes. Er zat natuurlijk wel een doosje mee. Maar deze envelop is helemaal van bubbelplastic. Dus dat vind ik ook echt heel netjes. Daar kan je ook echt niks van zeggen. Nou, ze dekt natuurlijk ook maar gewoon lipsticks. Daar kan ook niet zo heel veel mee misgaan. Maar als ze dat ook gebruiken voor een oogschaduwpalet, dan weet ik zeker dat alles wel gewoon heel binnenkomt. Ik heb dus 2 lippies besteld. De verpakking vind ik ook altijd zo leuk. Maar ik heb eigenlijk al die verpakkingen weggegooid. Want ja, dat moet je ermee. Het is leuk. Maar praktisch niet. Ik vind dus voor mezelf, gewoon voor everyday, vind ik die Demi Matte lipsticks echt best wel fijn. Ik hou dus meer van, ja, wat meer moisturized lips, zoals ik bijvoorbeeld nu op heb, dan echt mat. Ik vind die trend ook een beetje voorbij. Ik vind het wel erg mooi met rood. Dan is het gewoon net iets chiquer of zo. Een hele glossy rode lip is best wel tricky ook met de houdbaarheid. Maar die Demi Mattes, die zitten er eigenlijk precies tussenin. Ze zijn niet al te vettig, maar toch lekker, hè, vloeibaar op je lippen. Zonder dat ze gewoon heel erg mat zijn. En ja, die combinatie is eigenlijk gewoon top. Nou, ik heb al de kleur Mogul en ik heb nu dus de kleur Feminist besteld. Ik ga hem even swatchen, want ik ben wel heel benieuwd hoe dat de kleur eruit ziet. Ik heb ze namelijk even naast elkaar gehouden en ik dacht dat deze eigenlijk lichter was. Maar deze leek nu juist donkerder. Het is eigenlijk gewoon een beetje een oud roze kleur zoals ik dat elke dag zou dragen. Het is wel iets donkerder dan wat ik nu op heb. Maar het is zeker wel een mooie kleur. Ik ga even de kleur Mogul ernaast pakken. Ook gewoon voor mezelf. Om eens even te kijken welke nou eigenlijk, en wat het verschil is tussen deze twee kleuren. Ik moet je heel eerlijk zeggen, het verschil is echt miniem. Maar Feminist is iets meer peachy en Mogul is iets meer roze. Dus ja, ze lijken dus eigenlijk best wel op elkaar. Ik had eigenlijk gehoopt dat Feminist dus iets lichter was en iets rozer. In plaats van meer peachy. Maar alsnog vind ik het wel een hele mooie kleur. En ik vind de formule dus heel fijn. En ik geloof dat ik hier nu nog geen 9 euro per stuk voor heb betaald. Dus ja, ben ik gewoon echt heel blij mee. En dan heb ik dus ook nog een lipstrobe van Huda Beauty. Ik heb er nu al 3 full size en 1 mini van. En ik vind deze voornamelijk gewoon heel erg mooi voor mijn visagie kit. Dit zijn namelijk zulke, ja, bijzondere lipglosses. En dan bedoel ik voornamelijk qua effect. Ze hebben een beetje een soort duochrome glitter. Ik vind ze in ieder geval echt onwijs mooi. En ik heb nu gekozen voor Enchanting. Deze is ja, van alle andere kleuren die ik nog niet had, toch wel de meest bijzondere kleur. Maar hij kan ook gewoon heel nude. Ik zal hem even swatchen. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. En hij heeft een beetje een soort van, ja, roze, rode reflect erin. En ik denk dat dit echt wel, zowel op de lichte huid als op de donkere huid, echt onwijs mooi zal zijn. Ik vind het in ieder geval hele fijne lipproducten. Ze zien er op de foto echt gorgeous uit. Ik was in ieder geval super enthousiast toen ik zag dat deze ook in de korting waren. Dus ik moest er natuurlijk nog eentje kopen. Dus dit is de kleur Enchanting. Dan heb ik nog 2 pakketjes. Het zijn 2 verschillende bedrijven. Maar eigenlijk had het van hetzelfde merk moeten zijn. Want ik heb namelijk net als vorig jaar met Black Friday dit jaar ook weer besteld bij Pat McGrath. Ik heb 3 producten van Pat McGrath. Waarvan 1 Mothership palet. Die heb ik natuurlijk al eerder laten zien in een video. Een lippotlood en een lipstick. De lipsticks vind ik echt super fijn. Maar zoals ik laatst ook al vertelde in de video over de Instagram polls waar ik een look mee maakte, dat ik hem best donker vind en niet voor everyday, had ik zoiets van oké, dan ga ik dit jaar zeker nieuwe kopen en lichtere kleuren, want ik vind ze echt wel heel erg fijn en het zijn best wel dure lipsticks, maar it really worth it. En ik was ook heel erg benieuwd naar nog wat meer oogschaduwpaletjes. Nou heb ik vooraf nog een verhaal, want die oogschaduwpaletjes die ik dus heel graag wilde hebben, hadden ook korting, maar waren allemaal uitverkocht. En de lipsticks heb ik dus uiteindelijk besteld. Dat was op donderdag geloof ik, want ze hadden heel de week korting. En op Cyber Monday waren ze, in plaats van dat ik er ongeveer 30 euro per stuk voor heb betaald, $10. En ik had dus al besteld, dus ik had echt zoiets van, dat meen je niet, hoe balen is dat? En ik voelde me echt best wel genaaid. Dus ik heb ze gewoon een mailtje gestuurd van, lieve Pat, weet je wel, ik vind het gewoon heel erg balen. Kunnen we hier iets aan doen, zodat ik mijn geld eventueel aan iets anders kan spenderen? En toen heb ik uiteindelijk het verschil eigenlijk in bedrag wat ik betaald heb tegenover de prijs wat ze dus op dat moment waren, heb ik gewoon teruggekregen van ze. Super netjes, helemaal geen moeilijk gedoe. Dus de service is echt top en ik had binnen 2 dagen eigenlijk al een reactie terug en binnen 2 dagen stond mijn geld op mijn rekening. Dus ik heb uiteindelijk dus korting gekregen en daarvan heb ik bij de Sephora de andere 2 paletjes besteld, want die waren daar nog wel te koop. Die heb ik dus niet met de korting gekocht, maar alsnog heb ik wel geld daarop bespaard.
Ik denk dat ik maar even ga beginnen met het pakketje van de Sephora. Want daar zitten dus de oogschaduwpaletten in. Dit is het pakketje van de Sephora. Mijn moeder heeft ook wel dingetjes besteld. Maar dat waren vooral backups. Dat was een potlood van Marc Jacobs die ze heel erg fijn vond. En haar favoriete Fenty lipstick. Nou, het Sephora doosje is aan de binnenkant echt super cute. Dit is trouwens bij Sephora FR besteld. De Franse Sephora. Ik heb het niet zelf besteld. Want mijn Frans is niet zo heel goed. Niet très bien. Dus ja, mijn moeder wel. Dus die heeft met veel moeite het uiteindelijk gelukt om te bestellen. Dit is hoe het doosje eruit zag. En het komt dus in een tasje van de Sephora. Ik vond dat wel een beetje eng. Want ik zie geen bubbelplastic of helemaal niks. Er zit alleen papier in verder. Maar gelukkig was alles nog heel. Dit was ook mijn eerste keer dat ik besteld heb bij de Sephora Frankrijk dus. Dat heb ik één keer eerder gedaan uit Amerika. Maar dan met een creditcard. Dus dat was zo'n gedoe, dat wilde ik niet meer. En voor de rest ga ik eigenlijk altijd gewoon naar de Sephora toe. In vooral Duitsland of Spanje, een beetje afhankelijk waar ik op vakantie ben. Maar deze twee badass paletjes wilde ik gewoon hebben. Het zijn namelijk paletjes die op zich qua prijs-kwaliteitsverhouding redelijk zitten op wat ze normaal gesproken voor haar paletten vraagt. En het zijn dus quads. Er zitten dus vier kleuren in. En voornamelijk haar speciale formule. Ik heb dus al één palet van Pat McGrath. En ja, ik vind het op zich helemaal geen verkeerd palet. Maar de speciale kleuren, die vind ik oprecht wel echt het mooist. En verder zijn het vrij basic matte kleuren die niet de allerbeste kwaliteit zijn. Dat vind ik Natasha Denona toch beter. Maar die special kleuren zitten dus alleen maar, dit zijn alleen maar van die special kleuren. En ik moest deze gewoon hebben. Ik heb eerst deze gekozen. Dit is het Blitz Astral Quad in de kleur Nocturnal Nirvana. Dit is hoe de verpakking eruit ziet van deze collectie. Het is niet helemaal mijn stijl, maar alsnog vind ik het wel, ja, gewoon heel cute en leuk bedacht. En ja, de verpakking is misschien niet het allermooiste, maar de paletjes zeker wel. Dit is dus eigenlijk een mini variant van hoe de grote paletjes eruit zien, maar het is dus een quattro. En dit is Nocturnal Nirvana. Deze kleuren zijn oprecht gewoon boom. Want dit zijn ook niet per se kleuren die ik everyday zou dragen. Maar ik heb hier verschillende video's over gekeken. Ik heb verschillende YouTubers hiermee aan de gang gezien. En ik vond dit oprecht wel het meest bijzondere palet. Vooral die paars is echt bizar. Dus ja, het kost wat, maar dan heb je ook wat. Ik vond het wel echt een heel mooi paletje. Kwaliteit is mooi, doosje is mooi. En de kleuren zijn gewoon echt bijzonder. Of ik deze in mijn eigen collectie ga behouden of in mijn Fiji kit doe, weet ik nog niet helemaal. Maar ik moest het gewoon hebben. En ik ga deze wel even voor jullie swatchen, want ik kan gewoon niet langer wachten. In het doosje zit trouwens nog een kaartje met de namen. De kleur helemaal links, dus die gouden kleur is Indecent Gold 003. Dus dat is echt een, ja, goud. Het is wel een vrij gele goud, maar hij is wel onwijs mooi. De kleuren van Pat doen ook het meest tot z'n recht als je er echt licht op schijnt. Maar alsnog zijn ze wel gewoon echt ja, super mooi, super shiny. Ik denk dat deze goud ook wel zowel bij mijn huid mooi is als bij de donkere huid. De kleur ernaast is de kleur Blitz Aquamarine. Dus dat is echt ja, aqua kleur. Dit is wel een wat bijzondere kleur, want deze heeft echt een beetje een soort van duochrome. Dus je ziet dus dit oprecht wel echt gewoon aquamarine en dan metallic. En ja, je kan hier bijvoorbeeld met een toffe smokey eye en dan dit op je ooglid. Mooi gewoon. Dat is wel echt gewoon super mooi. Ik vind het ook echt een hele toffe kleur en ik hou ook echt van dit soort kleuren. Dan de kleur Blitz Purple. En dit was eigenlijk de reden dat ik het hele palet überhaupt wilde hebben. Want dit is oprecht wel echt de meest gepigmenteerde en de meest heftige paars, diepe paars, die ik ooit gezien heb. En paars is echt een moeilijke kleur. Dan heb ik het vooral over het pigment van paars. Maar dit is oprecht gewoon paars. Echt een onwijs mooie kleur paars. En eigenlijk komt hij nog niet eens heel erg tot z'n recht zo op de camera. Maar kan je vertellen, dit is echt het meest heftige paars, de mooiste paars die ik in mijn collectie heb. De laatste kleur mogen we ook zeker niet overslaan. Dit is VR Emerald. En dit is dus echt een duochrome. Dat zie je misschien zo niet echt terug in het palet. Maar het is echt een hele bijzondere kleur. Ik weet niet of het op mijn vinger te zien is. Maar hij is echt oprecht heel erg duochrome. Wauw. Ja, dit is denk ik wel de meest bijzondere kleur uit het palet. Ik vind die paarse ook echt heel mooi. Ook in combinatie met deze kleur. Maar dit is gewoon echt oprecht een duochrome. Ik hoop dat het goed te zien is. Maar ik kan je vertellen, hier in real life is het echt een hele mooie kleur. En welk lichtje hem ook houdt, heeft hij weer een andere kleur. Dus ja, Nocturnal Nirvana. Ik heb hem eindelijk. Ik ben zo blij. Want ik was dus, ja, eigenlijk te laat toen ze uitkwamen met deze bestellen. Maar ja, toen had ik dus geen korting.
Die ik uiteindelijk nu ook niet heb gehad. Maar oké. Ik ben in ieder geval heel blij met dat ik hem toch besteld heb. En ik ben ook heel dankbaar dat ze vooraan ze nog had. Dus ja, dit is absoluut een nieuwe parel in mijn collectie. En ik zeg je ook heel eerlijk. Tuurlijk, Pat McGrath is net als Natasha Denona echt niet goedkoop. En ik heb ook dus niet de goedkoopste producten gekocht met Black Friday. Maar ik vond het gewoon zo mooi. Ik vond de kleuren zo bijzonder. En ja, ik hou gewoon echt van oogschaduw. Maar je had dus 3 verschillende paletten. En je had ook nog het Blitz Astral Quad in de kleur Ritualic Rose. Deze is wat meer draagbaar. En ik zat zo te twijfelen tussen deze twee. En die andere vind ik ook echt heel mooi. Zal ik hier wel even een foto van laten zien. Maar die is wel vrij basic. Dat soort kleuren heb ik ook wel in mijn collectie. Dus die had ik ook bijna gekocht. Maar ik heb me toch ingehouden. Ik had zoiets van, nee, dat heb ik al. En ja, ik vond deze toch ook wel heel erg mooi. Het is niet dat ik heel erg ben van roze of van paars of zo. Maar deze is wel echt wel heel erg mooi. En ik denk bij mijn bruine ogen dat het ook wel heel erg mooi is. Ja, wederom dus hetzelfde doosje. Maar totaal andere kleuren. Dit is namelijk hoe dat hij eruit ziet. En ik weet dat alle meiden die zitten te kijken die dol zijn op roze, rose gold. Ja, dan ga je dit echt super mooi vinden. Het is niet per se mijn favoriete kleur of zo. Maar ik vind deze samenstelling en de bijzonderheid van deze kleuren echt gewoon heel erg mooi. Ook in combinatie. Wederom zijn het dus allemaal metallics. Dus je kan hier geen volledige look mee maken in mijn optiek. Want je mist toch die diepte. Maar het is dus wel fantastisch te gebruiken om de look echt gewoon een oomf te geven. En daar staan haar kleuren dus ook wel echt onbekend. Ik ga beginnen met de gouden kleur. En dat is de kleur Antique Gold 002. Deze is wat meer lichter goud als die andere. Ik denk dat het lastig te zien is op mijn huid. Want het is een beetje qua tint dezelfde kleur als mijn huid. Dit is wel een wat meer everyday goud als die andere. Die vond ik toch wel erg heftig. Deze vind ik denk ik wel net een ietsje mooier. Dan de kleur ernaast. Dat is Astral Rose Orchid. Orchid. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Maar dit is een beetje die glitterformule die zij heeft. En dit is dus echt een rose gold kleur. En ik denk dat deze wel echt wel wauw is. Ja, het is bizar. Ik heb toen ook gezegd in de video toen ik haar producten uittestte dat ik het jammer vond dat ze niet zo glad zijn. Maar dat is ook maar net wat je gewend bent. Want deze kleur, deze glitter en hoe dit op de huid is, dat maakt voor mij eigenlijk alles goed. Want het is zo'n bijzonder effect. En ja, je krijgt echt gewoon net als dat die andere kleur het eigenlijk ook al een beetje een virtual reality effect. Dus ja, prachtig. Dan hebben we Rose Quartz 005. En dit is ook best wel een kleur die ik echt wel everyday zou dragen. Ook in combinatie met de andere kleuren. Maar deze vind ik toch echt wel het meest draagbaar wat dat betreft. Het is misschien wel wat kleur. Het is geen bruin of zo. Maar het is echt een onwijs mooie kleur. Ook heel erg mooi met bruine ogen. Je moet hem wel een beetje opbouwen. Maar het is vooral weer echt een hele metallic, shimmery kleur. Ja, ik vind deze ook heel erg mooi. En dit was ook wel de ommezwaai dat ik dacht van ja, deze moet ik toch echt wel hebben. Want ik heb niks in mijn collectie wat op deze kleur lijkt. Verder allemaal niet. Maar deze had voor mij wel iets van ja, die moet ik gewoon hebben. De laatste kleur is Beyond Bronze 003. En dit is een bronskleur. Wederom metallic, maar hij is meer satin zou ik zeggen, als dat hij echt heel metallic is. Dit is ook een vrij draagbare kleur en dat is natuurlijk ook slim gedaan in zo'n palet. Dit is dus Beyond Bronze. Dit zijn dus de kleuren uit dit palet. Ja, ik vind het echt oprecht prachtige kleuren en ben ook echt heel blij dat ik mezelf toch heb overgehaald om deze te kopen en het is limited edition. Het is al heel lastig om deze überhaupt nog te kopen. Dus ik ben blij dat ik het toch gedaan heb. En ik ben met beide dus echt gewoon heel erg blij. Ja, op de Franse Sephora website kan je dus gewoon bestellen met PayPal. Het is dus niet zo dat je invoerkosten krijgt. Je betaalt wel redelijk wat voor de verzending. En daar kun je dus ook Pat McGrath kopen. Maar je kan Pat McGrath dus ook zelf bestellen op de website. Dat heb ik dus ook al eerder gedaan. En dat heb ik dus nu ook gedaan. Waardoor ik dus die korting kreeg uiteindelijk op de lipsticks. Maar natuurlijk sowieso met Black Friday hadden ze, volgens mij was het onder de 100 euro 20% korting en over de 100 dollar moet ik eigenlijk zeggen 25% korting. Dus dat was ook best wel netjes. Dit is mijn pakketje. Het zit helemaal vol met van die zwarte metallic slierten. Echt super leuk. Maar natuurlijk niet zo heel fijn voor je vloer, want het gaat overal zitten. Maar zoals je ziet zitten er 2 lipsticks in en die ga ik natuurlijk nog even met jullie delen. En dit zijn ze. Ik heb dus 2 kleuren besteld.
Ik twijfelde heel erg welke kleur ik moet bestellen. Want er zijn echt onwijs veel kleuren te koop. Mocht je overigens niet houden van wat meer silky lipsticks zoals wat ik mooi vind. Er zijn ook matte lipsticks van Pat McGrath. Maar heb ik zelf geen ervaring mee. Dit zijn dus de Luxe Trends lipsticks. En ik heb voor twee kleuren gekozen die dus vrij dicht bij elkaar liggen. En een beetje meer nude everyday zijn. Want die gebruik ik gewoon het meeste. En daar wil ik dan ook mijn geld aan uitgeven. Dit is de eerste kleur die ik koos. En ik vond dit heel tricky, want op de ene foto was die heel cool, op de andere foto was die heel grijs, op een andere foto was het een prachtige nude kleur die echt wat voor mij zou zijn. En dan weer op een andere foto had ik zoiets van, nee, dat is gewoon lelijk. Dus ik werd helemaal gek op een gegeven moment van mezelf. Toen dacht ik van, ik bestel hem gewoon en ik zie wel hoe het gaat. En als hij echt heel lelijk is, kan ik hem altijd nog verkopen. Dus ja, dit is hoe de verpakking eruit ziet. Het is dus een lip en ik vind hem echt super mooi. En op de bovenkant van de lipsticks staat dus de kleur. En dat is dus 401 Donatella. Moet ik gaan denken aan dat nummer van Lady Gaga. Donatella met Donatella Versace, zeg maar. Maar goed, dat terzijde. Dit is dus hoe de lipsticks eruit zien. Ze hebben een heel leuk, ja, gouden mondje. Ik heb toen ook al gezegd, ik vind het jammer dat ze goud zijn. Want dat is niet helemaal mijn stilo. Maar ik vind ze alsnog echt prachtig. En dit is dus hoe dat de kleur Donatella eruit ziet. Hij is wat bruiner als ik het bijvoorbeeld nu op heb. Maar ik denk dat dit echt wel een hele mooie everyday kleur kan zijn. Ik weet niet of het goed te zien is, maar de lipsticks zien er altijd zo glad en perfect zacht uit. Ik kan het niet uitleggen wat voor effect hier overheen is gegaan. Maar het is een soort van lak effect. Het ziet er zo mooi uit en dat blijft ook zo. Ook al heb je ze gebruikt, het blijft zo. Dus ja, het zijn dure lipsticks. Vooral handig om te kopen met Black Friday dus. Maar ze zijn zo fijn. Dus ik ben heel blij dat ik eindelijk een andere kleur heb. En ik hoop echt dat dit wat meer nude is dan wat ik nu bijvoorbeeld op heb. Want die andere vind ik gewoon echt te donker. En zou ik het liefst elke dag op willen doen. Maar dat is gewoon echt too much. En dit zijn een van de weinige lipsticks waar ik van de verpakking bewaar. Maar of course, dit wil je gewoon bewaren. Het heeft dus zo'n touwtje. En die haal je dan dus over die kringetjes heen. Waardoor die dus dicht zit. En ja, prachtige kleur. Ik vond die verpakking dus stiekem net iets mooier als deze. Deze vind ik op zich ook wel tof. Maar die is wat kunstzinniger gemaakt, zeg maar. En dit is de kleur Realness. Deze is rozer als dat Donatella was. Maar ik had zoiets van, ja, voor hetzelfde gaat dus die andere heel erg grijs. Want zo ziet het er op sommige foto's wel uit. Dan is dit wat warmer en zit ik hier altijd safe. Hij is wel iets donkerder. Maar dit is de kleur Realness. En deze is dus rozer zoals je ziet. Alsnog lijkt hij best wel heel erg veel op de kleur die ik al heb. Maar dan lichter en meer roze als dat hij een beetje paarsig is. Ik ben in ieder geval wederom heel erg blij mee. En jullie gaan deze zeker binnenkort voorbij zien komen in looks. En ik hoor ook graag wat jij graag zou willen zien in een video met betrekking tot mijn nieuwe Pat McGrath producten. Want ik ben in ieder geval weer lekker losgegaan. Ik heb deze twee lipsticks dus gewoon op de website van Pat McGrath zelf besteld. Daar kan je gewoon met Ideal betalen. Je betaalt daar inderdaad voor invoerkosten. Maar net als bij Tarte betaal je die vooraf. Dus het is ook jouw risico als je dat niet wil doen. Ik heb het wel gedaan. Dus ik had verder ook geen kosten eraan. Het duurt wel ruim 1,5 à 2 weken afhankelijk van de drukte voordat het binnen is. Dus dit was hetgene waar ik al die tijd op zit te wachten. En die kwamen dus van de week binnen. Dus ik dacht oké, gelijk filmen, gelijk zitten. Maar ik ben wel heel blij dat ze binnen zijn. En ik kan niet wachten om ze te gaan dragen. Dan was dit dus alles wat ik geshopt heb met Black Friday. Ik ben zo blij met alles. Ik heb echt goede dingen gescoord voor leuke kortingen. Andere misschien niet zo heel goedkope dingetjes. Maar ik ben met alles echt onwijs blij. En ik kom weer lekker vooruit met nieuwe producten. Ik ga alles lekker uitproberen. Met de kerst lekker gebruiken. Met nieuwjaar gebruiken. En daarna natuurlijk ook nog gebruiken. Ik hoor dus heel erg graag waar jullie nog graag video's van willen zien. Pat McGrath, Natasha Denona, noem het maar op. Laat het allemaal weten beneden in de reacties. Vond je het nou een leuke video? Doe natuurlijk even je duimpje omhoog. Laat me ook zeker weten wat jij allemaal geshopt hebt met Black Friday. En waar jij echt onwijs blij mee bent. Ik ben eigenlijk blij met alles, dus ik kan niet kiezen. Maar ik ben wel echt goed geslaagd, dacht ik zo. Ik wil je dus weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En vergeet zeker niet om zondag weer terug te keren naar Char Academy. Want dan ga ik jullie deze kerstlook laten zien. Dus als je benieuwd bent, dan zie ik jullie heel graag zondag weer met een nieuwe video. Tot zondag! Doei!